Op zoek naar een feestelijk voorgerecht? Dan is een warm gerecht met vis altijd een goed idee. Deze kabeljauwhaasjes met kwartelei en krokant spek vallen zeker bij iedereen in de smaak. En als je de hoeveelheden aanpast, tover je dit gerecht heel makkelijk om tot een heerlijk hoofdgerecht. De kabeljauwhaasjes hebben we eerst oppervlakkig laten ontdooien en goed droog gedept. Nu snijden we ze in de lengte in twee. Die vier mooie stukken leggen we daarna in een ovenschaal. We voegen de visfond toe. Ten slotte brengen we alles op smaak met een koffielepelkruidentuiltje. Zo, nu mag de ovenschaal zo'n 20 minuten in de oven. Terwijl de vis in de oven staat, nemen we de andere ingrediënten erbij. Die maken dit voorgerecht helemaal af. Het gerookte spek bijvoorbeeld zorgt voor een krokante en gezouten toets die heel mooi contrasteert met de vis. Het enige wat je daarvoor moet doen, is de sneetjes spek 10 minuutjes in de oven zetten. Nu is het de beurt aan onze puree. Prak de gekookte aardappelen eerst fijn en meng er daarna de boter onder. Kruid ook met nootmuskaat, peper en zout. Om de puree wat meer kleur te geven en een lichte maar heerlijke pittige toets, mengen we er ook wat grof gehakte waterkers onder. Hou wel enkele blaadjes apart voor de afwerking. Als de vis gebakken is, halen we hem uit de oven. Leg er een vel aluminiumfolie over om hem warm te houden. Ondertussen doe je het kookvocht in een steelpannetje. Zet het op het vuur en laat het voor de helft inkoken. Daarna bind je de saus door er wat boter onder te kloppen. Verdeel de boter daarvoor eerst in klontjes, dat klopt makkelijker. Een extra feestelijke toets komt van de kwartel-eieren. Zeker als je er mini-spiegeleitjes van maakt. Een kleine tip. Gebruik een pan met anti-aanbaklaag. Dan heb je geen vetstof nodig. Tijd voor de afwerking. Naast elke kant van het stuk vis leg je telkens een portie puree. Bestrooi daarna met Noordzeegarnalen en blaadjes waterkers. Wat serveer je hier nu het best bij? Wij gaan voor deze Montagny Premier Cru. Dat is een elegante witte bourgogne met een fruitig en floraal bouquet en een zachte, frisse smaak. Smakelijk! Ontdek nog meer lekkere en originele recepten op onze website en volg ons ook op Facebook voor extra tips en inspiratie.